Ja, goeiedag allemaal. Ik wil het inderdaad vandaag hebben over overwinnaar zijn in Christus. Elk bijzonder wat Dikke vertelde, dat we inderdaad in die overwinning moeten gaan staan. En ook wat met mij een beetje gebeurt en Elaine, ook allemaal moeilijk. Maar we zijn overwinnaar in Christus, hoe het er ook ook uitziet in ons leven. Er kan in je leven heel wat gebeuren waardoor je uit het veld geslagen bent. Paulus kan erover meepraten. Hij ervaart tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede en allerlei gevaren. Romeinen 8 vers 35. Soms denk je dat God jou op een of andere manier is kwijtgeraakt. En dat kan. Dat heb ik af en toe ook wel eens. Dat ik denk van, bent u er nog wel? Maar dat is de innerlijke strijd in je ziel. Maar te midden van deze aanvechtingen houdt Paulus zich vast aan zijn geloof. En zegt hij hardop, wij zegevieren in dit alles. Wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus' naam. Paulus zegt dat wij zo één met Christus zijn, omdat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Maar hoe kan je meer dan overwinnaar zijn? Wat betekent deze uitdrukking? In Christus zijn betekent dat jij niet tot bloeders toe de strijd hebt gestreden, maar dat Jezus dit voor jou heeft gedaan. Terwijl jij wel de kampioensbeker in ontvangst mag nemen. Denk maar aan een kickbokser die bont en blauw geslagen is. Maar als een overwinnaar uit de bus komt. Hij komt thuis bij zijn vrouw en overhandigt haar de cheque van 100.000 euro. Zij is meer dan een overwinnaar. Maar al te graag laat de duivel je geloven dat wie je bent bepaald wordt door wat je doet. Hij wil je graag doen geloven dat je in Gods ogen niet goed genoeg bent en dat je nooit een zonde zult overwinnen en zodat je geen vreugde kunt beleven. Maar hoe denkt God eigenlijk over ons? Al ver voor je geboorte kende God en had al een plan met je leven. Een heel goed plan. Omdat God je geschapen heeft, ben je enorm kostbaar voor hem. Hij heeft de hoogste prijs voor je betaald, zodat je niet verloren gaat. Als je bent wedergeboren, woont zijn geest in je. God wil graag een intieme relatie met je onderhouden, zodat je altijd in verbondenheid met hem leeft. God stelt je gezelschap op prijs, dat hij als gelovige heeft bestemd om eeuwig bij hem te mogen zijn, zodat hij langdurig van je kan genieten. God heeft je lief met een eeuwige liefde. Nou wil ik een stukje hebben over ga in Gods waarheid staan en schitter. Als je mij zou vragen wie ik ben, zou ik zo een lijstje met uiterlijke eigenschappen en karaktereigenschappen op kunnen noemen. De manier waarop je naar jezelf kijkt, wordt door verschillende factoren beïnvloed. De een staat steviger in haar schoenen dan een ander. Sommigen laten zich gemakkelijk beïnvloeden door hun omgeving, maar anderen hechten daar minder waarde aan. Het een is niet beter dan het ander. Hoe dan ook, geloof ik dat het belangrijk is om vanuit de Bijbel te leren hoe we naar onszelf mogen gaan kijken. De Bijbel laat ons zien hoe God ons ziet. Als we vanuit die waarheid naar onszelf gaan kijken, zullen we steeds meer groeien wie we in hem mogen zijn. Menselijk gezien ben ik verre van volmaakt.
Er zijn meer dan genoeg aspecten waarin ik tekortschiet. Ik leg de lat voor mezelf vaak erg hoog en kan soms dan ook flink balen als ik weer heb gefaald. Als ik niet uitkijk, kom ik in een negatieve spiraal terecht en ga ik steeds meer leugens als waarheid zien. Ik ben ervan overtuigd dat God niet wil dat we op die manier naar onszelf kijken. Hij ziet Jezus in ons, vindt vreugde in ons en ik geloof dat het zijn verlangen is dat wij in zijn waarheid gaan staan en daaruit en van daaruit mogen gaan stralen. Ja, wat zegt de Bijbel eigenlijk over je zelfbeeld? Het woord spiegel wordt in de Bijbel maar 5 keer genoemd. Maar die spiegel, die is voor ons een heel belangrijk ding. We kunnen niet voorbij spiegelende ruiten lopen zonder er even een blik in te werpen. Ochtends maak je op of doe je gel in je haar voor de spiegel en kijk je keurend. Vandaag is een goede dag of vandaag is er niet zoveel mee te beginnen. Laatst zag ik spiegeltjes liggen bij de HEMA met daaronder geschreven It's true. Lief bedoeld denk ik van HEMA. Ja, het is waar, zo mooi ben jij. Maar als je een negatief zelfbeeld hebt, zul je denken, ja, het is echt waar. Hier moet ik het mee doen. Moet je die neus zien en die stomme tanden. We zijn zelf het beste in kritische punten van onszelf opnoemen. Daar zijn we heel goed in, kritische punten. Ja, ken ik ook. Een tijdje terug was ik met een aantal vrouwen op reis. We keken in de spiegel en moesten opnoemen wat ons opviel aan onszelf en de ander. Wat mij opviel aan mezelf? Mijn onderkin en mijn buikje. Wat mijn medereizigers opviel aan mij? Mijn blauwe ogen en dikke haar. Maar vooral mijn stralende lach. Maar waarom zag ik dat niet? Anderen zien vaak heel andere dingen aan jou en zien die onderkin niet eens. Zo is het ook met God. Ik heb je gemaakt naar mijn beeld, zegt hij. Wij weten niet hoe hij eruit ziet. Wat we wel weten, is dat hij volmaakt is met honderden prachtige eigenschappen. Als wij daarvan maar een fractie bezitten, zijn we de koning te rijk. Geduld, liefde, wijsheid, oog voor anderen, humor. Allemaal eigenschappen die door God in je zijn gelegd. Ja, en dan een stukje over dat ik met mijn God over een muur kan springen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in de paardensport, springsport. Er staat een grote muur in het midden van de hal, waar paard en ruiter overheen moeten. En die muur is zo groot, hoger dan 2 meter, dat het paard er niet over of omheen kan kijken. Met elke pas lijkt de muur steeds groter te worden. En het paard moet volledig vertrouwen op de ruiter. Die weet dat het aan de andere kant van de muur veilig is om te landen. Ik vind het een heel mooi beeld. En ik kan me voorstellen dat we zo ook samen met God over een muur kunnen springen. Die muur stelt situaties voor in je leven waar je als een berg tegenop ziet. Of die je belemmeren. Denk maar eens aan een burn-out, depressie. Maar ook angst of verdriet. Soms lijken onze problemen zo groot dat we er niet meer over of omheen kunnen kijken. Het enige wat we dan kunnen doen is vertrouwen op God en samen met Hem over die muur springen. Het springen betekent dus niet dat in één klap al je problemen voorbij zijn, maar dat je samen met God doorheen kunt gaan. Dat je op Hem vertrouwt. Zo zijn er in het leven verschillende muren waar je tegenaan kunt lopen. Muur van verdriet. Muur van twijfel. Muur van wrok, bitterheid. Muur van eenzaamheid. Muur van ziekte. Muur van depressie. Muur van angst. Muur van hulpeloosheid. Maar ook een muur van vermoeidheid.
Welke muur je ook tegenkomt, ik verklaar hem samen met jou dat je er overheen kunt springen. Amen. Je gaat er overheen omdat Jezus je draagt. Hij is degene die je van je vijand bevrijdt. Hij is degene die je draagt en die voor jou vecht. Want God, wat God doet, is volmaakt. Want wat hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar hen toekomt voor hulp. Er is geen andere God dan de Heer. En er is geen andere rots dan onze God. 2 Samuel 22, vers 31, 32. Ja, met jouw God spring jij over deze muur heen. Je bent meer dan een overwinnaar. Voel je je soms overweldigend door alles wat je moet doen? Voor je kinderen zorgen, verantwoordelijkheden op je werk, de auto die gerepareerd moet worden. Heb je het gevoel dat je het nooit allemaal voor elkaar gaat krijgen? Er zijn nog zoveel meer voorbeelden van dingen die je misschien moet doen. Maar ik wil vandaag niet op het probleem focussen. Laat ons juist focussen op de kracht van Gods woord. Dat zegt, maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars dankzij Hem die van ons houdt. Romeinen 8, vers 37. Hoe moeilijk je situatie ook is, je bent een overwinnaar. Hoe je omstandigheden ook zijn, hoe groot de uitdaging ook is. Niets is te groot voor Jezus, zijn overwinning is altijd genoeg. Amen. Ik ben ook een beetje emotioneel, sorry hoor. De Bijbel zegt, je hoeft niet te vechten om een overwinnaar te zijn. Je bent het al. Het is deel van jouw identiteit in Christus. Je bent een overwinnaar door Hem die van jou houdt. Het is door zijn overwinning, dat zijn macht en zijn autoriteit, dat jij een overwinnaar bent. God is altijd God en zijn woord blijft altijd waar. Vertrouw op Hem en focus je op zijn geloften. Hij is trouw en daar hoef je nooit aan te twijfelen. Hij zal jou de overwinning geven en altijd bij je zijn. En ik heb een heel mooi gedicht. Dat is: ik vroeg om kracht en ik kreeg moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en ik kreeg problemen om op te lossen. Ik vroeg om moed en ik kreeg gevaar om te overwinnen. Ik vroeg om steun en ik kreeg kansen. Ik kreeg niets waar ik om vroeg, maar ik kreeg wel alles wat ik nodig had. Woorden van Gods liefde gaan we het nou even over hebben. Ja, dat is: een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit opkomt dagen. Dat was mijn vader, die had toen zo'n tegeltje aan de muur. En die, dat kwam ook heel erg in mij op toen ik met de prediking bezig was. Toen ik dacht van wauw, ja, dat wij vrezen vaak dit en dat en zus en zo. En eigenlijk achteraf dan denk je van waarom heb ik gevreesd? Toen ik die parachutesprong ging doen, toen dacht ik, oh god, straks gaat die parachute niet open. Stel je voor zeg, ik wil een langer leven dan vandaag. Maar toen ik die parachutesprong deed, was ik er helemaal niet meer bang voor. En ik was zo aan het genieten van die vrije val. En die parachute ging open, ik schrok met de pletter. Ik denk, wat krijgen we nou dan? En dan was in een keer die parachute die open ging. Dus eigenlijk waar ik me heel bang voor heb gemaakt, dat had helemaal niet gehoeven. Dat liep heel anders. En dat is eigenlijk van wat er ook staat. Een mens lijkt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit opkomt dagen. En zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Het leed, dat is, drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, dan helpt God altijd weer en geeft hij kracht naar kruis. Ja, het lijden dat je vreest is eigenlijk als een sluipmoordenaar die jouw vrede en welbevinden van je wegroven. Waarom zou je denken voeden met alles wat jou kan overkomen? Het gewicht voor het lijden dat je vreest is groter en zwaarder
dan wat ik jou te dragen geef. Mijn lieve kind, ik geef je mijn vrede. Je mag alle onrust die op je afkomt een halt toeroepen. Kom er zorgen op je pad, ik sta klaar om het van je over te nemen. Alles wat te zwaar voor je is, wil ik voor je dragen. In alles wat te moeilijk is, geef ik je mijn kracht en sterkte. Als je mij ziet in elke situatie, verliest de angst zijn grip op je leven. Mijn waarheid maakt vrij. Johannes 8, vers 32 tot 36. Ja, christenen kunnen soms de vreemdste beweringen doen als ze mensen die lijden proberen te troosten. Wat zeg je als iemands leven helemaal instort? Als je maar een paar kostbare minuten hebt met een persoon die zijn baan verloren heeft. Of zijn huis, echtgenoot, kind of levensdoelen. Welke troost geef je hem dan? Wij wensen ons het tot gebruikelijke wijsheden op grond van de schrift. En zeggen zoiets als, maak je geen zorgen, dat zou niet gebeuren in je leven als God niet zou denken dat je het niet kan dragen. Of dat je, nee, oh sorry. Maak je geen zorgen, dit zou niet gebeuren in je leven als God niet zou denken dat je het kan dragen. Degene die de pijn ervaart, spreekt het tegen. Schudt zijn hoofd en gooit zijn handen omhoog. Maar jij houdt aan, kijk serieus, de Bijbel belooft het, dat God je nooit meer zal geven in je leven dan je aan kan. Ja, en dat heb ik zelf ook vaak meegemaakt. En ook in de situatie met Dickie, dat iemand overlijdt en ja, het doet ontzettend pijn. Zoals met mijn moeder ook, dacht, daar kom ik nooit overheen, dat gaat nooit lukken. Maar ja, toch, je kan het dragen en God draag je er toch doorheen op de een of andere manier. En ook al denk je van, het lukt me niet, kan het niet. En, maar ik heb het ook ervaren dat, ik kan niet voor een ander spreken, maar ik heb het zelf ook ervaren dat, dat God dat inderdaad doet. Het is net zoals die voetstappen in het zand. Hè? Van God, die draag je gewoon door alles heen. Door alle moeilijke tijden. Gelukkig wel. Overwinnend, we hebben een overwinnend leven. Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. In Hem heb ik de verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden. En ben ik verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Amen. Christus heeft mij vrijgemaakt, opdat ik in vrijheid zou leven. Hij verlicht de ogen van mijn hart om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb. Heb een heerlijke erfenis en overweldigende kracht door Hem, door het geloof in Hem. God is bij macht om oneindig veel meer te doen dan ik bid of besef. Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen om demonen uit te drijven. En macht over alle kracht van de vijand. Ik vermag alle dingen. Ik ben tegen alles bestand door Jezus Christus die mij kracht geeft. In mij woont God die groter is dan die in de wereld is. Amen. Ik leef volgens de wet van de geest van leven en de vreugde des Heren is mijn kracht. Wil je van je bezorgdheid afkomen? Ga dan bidden. Als je erop vertrouwt dat God het beste met je voor heeft, in elke situatie, zal zijn vrede je bezorgdheid wegnemen. God zegt dat je geen zorgen hoeft te maken. Leg al je problemen maar in zijn handen. En hij die het helemaal, heelal regeert en elk haartje op je hoofd heeft geteld, zal ervoor zorgen dat het goed komt. Het belangrijkste is, ben je bereid om hem te vertrouwen? Dat was mijn preking voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een fijne dag.